Hey, hallo allemaal. Daar zijn we weer. We gaan vandaag weer tekenen. En vandaag gaan we weer enge dingen tekenen. Net zoals de andere keren. Alleen een beetje pech, want het gaat net regenen. Dus ik moet opschieten. Anders wordt er helemaal een klapblok. Het wordt nat. En dat kan natuurlijk niet. Nee. Dan gaan we bobbelen, bobbelen en zo op papier. Dat moeten we niet hebben. Dus we gaan vandaag goud tekenen. En ik zeg voor vorige keertje niet wat het wordt. Ja. Dus we gaan gewoon tekenen. En je tekent lekker mee. En dan weet je niet wat je aan het tekenen bent. Ja, dat is bijzonder. Maar hij is wel heel leuk. Haha, kijk, we gaan beginnen. Dus let goed op en teken lekker mee. We beginnen met een rechthoek. Let maar op. Kijk, let op. Oeh, zie je dat? Klapblok is nat aan het worden. Een hele beetje vervormde rechthoek. Ja, maak hem misschien eigenlijk alleen nog maar een beetje enger. Dus een rechthoek. En de bovenkant? Niet dichtmaken. Want op de bovenkant, dan doen we dit zo. Een soort halve cirkel zo. Ja, wat gaat dat nou worden, hè? Nou, dat zal ik je zo laten zien. Ogen. Oké, grote ogen erin. Let op. Een cirkel hier. Zo. En een cirkel daar. Ogen. En dat doen we zo. Hier. Nog een oogje. En nog eentje in. Ah. En dan doen we hier een driehoek. Zo. Nou. En... hieronder ook driehoeken. Zo. En nog één. En nog één. En hier ook. Eentje in het midden. En zo. En daar één. En daar één. Zie je wat het worden? Ja, een heel gevaarlijke enge uil worden. Kijk, maak hem nog enger. Let op. Geef hem horens zo. Die stekers op zijn kop. Zo. Een hele gevaarlijke enge uil wordt het zo. Ja, en vind je hem nog niet eng genoeg? Maar jij eens opletten. Met twee strepen maak ik er een hele gevaarlijke enge uil van. Let maar op. Doe je zo bij het oog en zo. Hup. En aan deze kant. Ja, word je een stuk enger van, hè? En dan doe je het twee dat je inkleuren zo. Zo, dan waai je een klein stukje open zo. Ha. Nou is het een stuk enger, hè? Nou is het een hele enge uil. Kijk, dan geef hem hier met zijn veer, hè? Dat zijn ook gewoon driehoeken zo. Enge, gevaarlijke, stekelige veren heeft hij. Kijk, nou, maar dit is een enge uil. En geef hem nog vleugels. Kijk zo, een beetje van die hoog opgetrokken. Toch een driehoek aan de zijkant. En dan weer naar beneden. Hup, en zo. Kijk, weet je klaar in de boom te wachten om je te laten schrikken. Ja, dan zeg je niet oeh, maar die zegt oeh. Zorg er zelf van. Ja, zo'n uil is het. Een hele enge uil. Hoe zullen we hem noemen? Nou, weet je wat? Verzinnen jullie maar een enge naam voor hem en zet het in de comments. Ja? Nou, veel plezier ermee. Vlieg hem in. Doe er wat leuks mee. En vergeet je niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Oké, doei. Tot de volgende keer.